Nou jongens, jullie zien het. Haartjes niet gedaan. Maar ik ben even bij Broerlief aan het kijken. En die sukkel is gewoon zijn haren vergeten. Dus die is hij aan het ophalen. Ik ben gewoon spullen aan het opbouwen. Wat een lief broertje. Ik zit hier eigenlijk bij ons thuiswater, waar het vroeger altijd begon. Eerste nachtjes heb ik hier gevist. En altijd veel gevangen. We zijn een beetje wanhopig, want we hebben echt al alle drie in de nacht. Ik 5 dan. Chitten ook zoiets. Ja. Daniel volgens mij 10. Nou, nachten gebrengt. Elke nacht hebben we gefilmd, maar niks gevangen. En we hebben een nieuwe camera, Sony A7 II. Dus er gaat veel mooie content aankomen dit jaar. Gelukkig is het deze keer wel gelukt om wat te vangen. Anders is de video niet online. Het is een lekker windje op het water. Mooi voorjaarszonnetje. Ja jongens, het is een dramatisch voorjaar tot nu toe. Maar dat heb ook wel een beetje met het weer te maken hoor. Ja, want dat is zo. Het is nu begin mei, 2 mei om precies te zijn. En vorig jaar was er rond deze tijd al, volgens mij 2 of 3 weken lang 20 graden geweest. Dus ook qua struinen is het toch helemaal niks. Maar dat gaat nog komen, hoop ik. We gaan het zien. In ieder geval gewoon weer knallen. Want op nu wordt het alleen maar warmer. Yes. De telefoon. En ik heb een nieuwe powerbank die hier zit liggen. En weet je wat nou het allermooiste aan is? Je hebt gewoon een snoertje meer nodig. Klik even 2 keer hierop. En dan doe je gewoon zo. En dan ga je het zien. Yes jongens, we gaan vandaag vissen met 2 rugjes. Kijk, dit is de eerste. Ronnyrug, 16 centimeter. Met een mooi geel puppy. Ga ik krijgen een particlebedje als voer ondervissen. Ik ga zo laten zien wat het is. En die andere met een normaal rugje. Even kijken, ik heb hier een nieuwe tacklebox en een rigbox in 1. De Armory tacklebox van Rich Monkey. Het is een perfect ding. 18 centimeter is die. Dus je kan dus je rigs en al je spulje en tackle, je tangetje, schaartje, messies. Alles in 1 box opbergen als het ware. En het mooie, je hebt zeg maar 2 schenen vakken. Dit vak is eigenlijk meer voor je tackle op te slaan. En dan heb je nog een bovenvak. Alles met magneet vast. Voor regies en readers. Dus je hebt eigenlijk alles wat ik vroeger in 2 of 3 verschillende boxen had. Heb ik nu in 1 box. Het is ideaal. Robuust. Pinnetjes zitten erbij. Ja, dat is echt mooi spul. Mooi spul. Maar ja, andere rig. Mijn andere rig, dat is waar. 18 centimeter was die. En dan gewoon een normaal een venghaakje is dat. En dan noem je dat ook weer. Gecoat onderjaarmateriaal. Daar een stukje soepel, een stukje putty. En een anti-tangle schiffie. Zo simpel is het. En ik denk dat het wel moet gelukken, joh. Ik heb er vertrouwen in. Hoi. Nou jongens, hengeltje 1. Lekker met het bootje uitvaren. Ik heb hier de spotmix. Die gaat in het bakkie. Niet te veel. Het is nog niet heel warm. Klein beetje XXL maïsdoek erbij. En als kap op de vuurpijl crush ik wat boys. Dit is de Extreme Grill. Of de Grill Garlic morgen. Extreme Grill. Die crush ik even. Voor het extra attractie effect. Zoals ze dat zeggen. Zo, mooi bakje vol. En geen Ronnyrug gaat er overheen. En die ga ik dan tegen het rietkopje daar uitvaren. Goede stek in het verleden geweest. Ik weet niet hoe het is met het drukte, het vissen, ook met de avond, hoe dat geweest is. Maar ik denk dat hij wel af moet gaan. Ik heb vertrouwen in. Dat moet goed komen, Cheffy. Je hebt vanaf deze tent echt bizar van ruimte. Hij is ook super hoog. Je hebt 2 landgrootpannen en je ziet hier het systeem. Ik ga weer verder. Wat best wel makkelijk gaat. Je kan deze in principe naar beneden duwen. En zo staat hij op spanning.
zonder haring kwam hij gewoon eenvoudig staan. Nou, denk je dat hij wel gevangen? Tuurlijk. Ja. Vroeger was altijd raak hier. Ja, met jou hè. Hier begonnen. Ja, kruid geweest, 9-2. Zo. Ja. Tegenwoordig is het andersom. Nee, 5. En ook in Delft ook nog een keer. 1-0. Delft ook, ja. 1-0. Hoppa. Maar jongens, deze man heeft wel gewoon gisteren 3 vissen verspeeld. Dus dat doet hij beter dan ons. Want wij, Chit heeft 1 keer vis verspeeld, ik ook 1 keer. Maar 3 in de nacht stond hier niks. Hoe heb je dat zo gedaan? Ronnies, hè? Echte Ronnies. Echte Ronnies. Zo jongens, die gasten zijn weg. Het is inmiddels echt wel koud, 8:00. En je ziet het, het begint een beetje donkerder te worden. Ik heb nog geen run gehad, wel een paar losse piepjes, maar ik denk dat het rijnzwemmers zijn. Maar ja, het is inderdaad het noordoostenwindje, het is wel koud. Ik ga lekker in mijn tent zitten, ruifje naar beneden, in mijn slaap, ik ga een filmpje kijken. Dus het eerste volgende shot wat jullie zien, is met een kromme hengel of met een vissermand. We gaan ervoor, let's go. Ja jongens, daar gaan we. Beet. Lekker. Jongens, het heeft even geduurd. Het is 2 mei inmiddels. Ik schaam me kapot, maar de eerste karper van het jaar is binnen. Hij kwam op de Ronnierig. Haakjes eruit. En ik zal hem eens even laten zien. Het is een aardig knolletje, maar ja joh, ik ben er blij mee. Het is een beetje zacht vis wat hij zit. Het zit ook nogal groot. Groter, tot 10 kilo. Een paar mooie volschupse rijkarpen en een steur, en daar ga ik dan natuurlijk vanavond voor. Maar in ieder geval belangrijk is dat ik van de nul af ben, dat er eindelijk weer een video komt op DFS team. Daar is veel vraag naar geweest en dat kan ook weer een keer inmiddels. Dus hij mag weer zwemmen, ik ga er helemaal opnieuw uitvaren en nou, ik weet zeker dat we hem nog een paar volgen. Yes. Yes, hoppa. Ja, een beetje jammer, hij heeft dus mijn roodje verspeeld. En mijn pop-upje, dus die gaan we weer opnieuw aanhangen. En dan gaan we lekker uitvaren. Zo jongens, er stond een opluchting, de eerste van het jaar binnen. Helemaal goud. En de video gered. Daar ben ik ook wel een keer blij mee. We hebben echt misschien wel 8 keer gefilmd. Alles helemaal mooi. Picobello, montages, uitdaging, riks. Humor. Hey, Pipi. En elke keer voor niks, want we hebben gewoon onze eigen regel van geen vis vangen is geen video. Hoe jammer het ook is, maar nu dus gelukkig een video. En ik denk dat er nog een paar komen volgen. En anders dan ga ik zo slapen en dan zien jullie mij vannacht. Later. Zo jongens, 3 kwartier verder. En de tweede vis is binnen. Kijk eens even aan. Hetzelfde formaatje als de net. Dus ik ga hem niet helemaal op de foto doen. Ik ga hem eigenlijk in het net onthaken en dan mocht hij weer zwemmen. En ja, weer op de Ronnierig. Dus dat is ook wel top. Ik dacht wel weer dat mijn roodje eraf ging. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het gaat lekker. Dus ik ben al niet eens aan het slapen en al twee vissen. Dus ja, mooi begin van de sessie. We gaan weer verder. Lekker. Ja jongens, het gaat lekker. Zo jongens, het gaat lekker. Derde vis is binnen. Iets groter, iets voller is die ook als daarnet. En iets dikker buikje. Maar ja, het is alsnog gewoon een knol. Daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. En op de boot is die. Snowman van Garry Krill, tijgernoot te kopen. En ja, mooie visie. Het is nog niet eens 12 uur. Ik had net denk ik een half uurtje te slapen. Dus het zal wel rond 11 uur, 10:45 zijn. En hij gaat weer terug. Ik ga het hengeltje weer inleggen. En ik denk dat er nog wat volgt. Gaat in ieder geval lekker. Als het echt naar het hart gaat met de vangsten, dan ga ik mijn hengels er gewoon uitlaten. Dat is altijd wel het nadeel van het werken, het vissen voor het werk. Want ja, weet je moet ook gewoon morgen gewoon productief kunnen werken. En als je heel nog blijft vangen, dan schiet dat niet echt op. En je weet dat het eigenlijk allemaal redelijk knollen zijn. Dus weet je, dat is een afweging die je moet maken. Maar goed, voorlopig kunnen we even doorgaan. Ik ga hem terugzetten en dan volgt er vanzelf nog wel eentje, denk ik. Yes. Zo jongens, goedemorgen. Het is 5:07 en ik ben weer wakker. Het is bij 3 visjes gebleven. Ik had eigenlijk nog wel meer verwacht, maar ik vond het eigenlijk helemaal prima. Ik had 1 hengeltje even uitgehouden. Want elke keer voel ik mijn roodje.
Dat is een beetje zonde. Of ja, je moet toch een beetje saap krijgen, dus zit wel prima. Ja, het zag er goed de rek uit. Die gans, jongen. Heel de nacht open ze te bergen. Maar goed, doe je eraan. Ik heb gelukkig wel kunnen saap. Maar ik ben net een beetje aan het drogen. Mijn weegschring ook. En daarachter op mijn fiets, mijn matten. En dan ga ik rustig aan even een boterhammetje eten, opruimen. Dan ga ik weer naar huis toe. Mooi geweest. Nou jongens, dat is het einde. Je ziet het. Tentje is opgekrapt. Spullen staan achter me. En ja, het einde van de video. Vond je me nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat ik zeker weer in de comments weten wat je er nou van vond. Wat moeten we dit jaar gaan doen? Waar zit je op te wachten? We doen het uiteindelijk allemaal voor jullie. En hopelijk hebben we volgende week dinsdag weer een nieuwe video. Ik kan het niet beloven door de taaie omstandigheden. Maar we gaan ons best doen. Dus misschien tot volgende week. En misschien...